Vandaag wil ik laten zien hoe je lekkere salade kan maken met tonijn. Daarvoor heb je een blikje tonijn nodig op water. En die vind ik het lekkerst. Even afgieten. Nou, dan ga ik een kwart appeltje in hele kleine stukjes snijden. Een stukje komkommer en wat tomaat. En om er een beetje een zuurtje aan te brengen, doe ik er ook nog wat zilveruitjes bij. Ik vind het bij dit gerecht lekker als de stukjes niet al te groot zijn. Zodat het gewoon allemaal lekker klein is. Dus ik snij het redelijk fijn. Zodat het straks in de salade ook goed kan mengen. En je ook niet zo van die grote brokken op je cracker hebt liggen. Wat is handig. Je kan natuurlijk ook een grote tomaat nemen en die dan een kleine stukje snijden. Maar net wat je in huis hebt of wat je lekker vindt. Oh, die is nieuw. Ja, daar gaat hij. Ook even een beetje kleiner. Ik heb nu een eetlepel genomen, maar je kan ook iets minder doen als je dat lekkerder vindt. Nou, dit ga ik alvast even een beetje mengen.
Dan doe ik daar een dressing bij. Van wat haverjoghurt. Een beetje mayonaise. Wat bieslook. Curry. En peper. En dat meng ik dan goed door de salade. Nou, heerlijk om zo te eten als lunch. Of het lekker op lijnzaadcrackers te doen, of rijstwafels, of glutenvrije broodjes. Ik zou zeggen, eet smakelijk.